Nee, pas toch even. Ik sta op school bij administratie. En we hebben nu dadelijk nog een vergadering. Want morgen is de veiling. En ik kwam hier net aanlopen. En toen dacht ik echt, jemig, er komt al. Oh, daar is Ronald alweer. Iedereen stroomt binnen. Maar ja, moet je nou eens kijken. Dit is toch niet normaal. Allemaal voor hem. Echt, we hebben boormachines, een schilderij, allemaal pakketten, waardebonnen. Nou, echt zoveel. Voor alles in totaal konden jullie de kavellijst op de website zien. Dus ik ben heel benieuwd hoe het morgen wordt verkocht en gedaan. En ja, we hebben zoveel. Echt bizar. Zelfs nog een koeker trouwens. Wie heeft dat nou op een veiling? Ja, het is echt, echt. Ja, ik kan het niet eens meer allemaal benoemen. Het is zoveel. Ik heb natuurlijk al een deel benoemd. Dus ja, ik ben zo benieuwd morgen hoe het gaat. En hij ligt er zo lekker bij. Allemaal voor hem. Goedemorgen. Goedemorgen. Schatje. Het is vandaag. Kijk uit met die poot. Oh, ik heb nu al een arm. Het is vandaag de 26e. Hè? Dan moet ik ook graven. De dag van de veiling. Dus ja. Ik ben benieuwd. We hebben er zin in. Hè? Zin in. Hey. Ik heb vandaag eigenlijk niks meer gefilmd. Maar het is de 26e en het is de donderdag. Ik weet überhaupt niet of ik dit al had gezegd of niet. Eerlijk waarhoofd. Maar we hebben straks de veiling. Het is nu 6:45. Om 7:00 gaan we weg. Nou, het is nog niet te zien, maar mijn vlecht wil ik op school uithalen in de hoop dat ik krullen heb. Maar dat zakt er zo snel uit als ik dat op school doe. Ik heb eigenlijk niet zoveel spanning. Eigenlijk gewoon niet, zeg maar. Ik ben vandaag even naar de Welkoop geweest, nieuwe schoenen opgehaald. Toen naar huis Emmerhout, met het OV. En toen weer terug, even een tijdje thuis geweest. De dieren gedaan, want dat zit er nog. Behalve de honden zitten de katten, konijnen en cavia's er nog. Ik heb mijn vloggen geüpload, want op de een of andere manier lukt dat bij Chris nooit. Met dat internet stopt hij altijd. Dus ik heb vlog 7 online gegooid, want ik kwam erachter dat ik een beetje achterliep. Maar ja, Totte is daar. Hello. En ik ga nu even mascara opdoen. Ho. Nou, ik zat aan mijn ogen, mijn lens valt uit. Laatst gebeurde dit zonder dat ik aan mijn oog zat. Zulke droge ogen heb ik. Dus die ga ik ook even schoonmaken en weer indoen. Want nu zie ik vrij weinig. Maar ja, make-up, daar doe ik nooit aan. Maar als ik dan zoiets heb, dan doe ik even mascara. Dus dat ga ik doen. En dan mag ik hopen dat ik een beetje krullen heb. Ik neem voor de zekerheid een elastiekje mee voor als het mislukt is. En haarlak, want anders blijft het never nooit zitten. Ik zie jullie straks en dan wordt het weer heerlijk ongemakkelijk veel. Want dan zijn er best wel wat mensen. Of tenminste, René Postmus is veilingmeester. Tineke van de PR, van de administratie. Met grijze kruurtjes, misschien kennen jullie die van school. Wietske, ook van de administratie. Ronald is er, die helpt mij met mijn crowdfunding actie. Die zagen jullie laatst binnenkomen toen ik op kantoor aan het vloggen was. Van school, bij de administratie. Die heeft zijn dochter mee. Mama en Chris gaan mee. Die zitten daar nog in bij de eettafel. En hebben we dan nog. Volgens mij is de directrice er ook. Directeur, weet ik niet. En verder, I don't know. De mensen van school hadden al op school gegeten met z'n allen. Dus ik ben erg benieuwd. Tot die komt inmiddels hier leren. En het klopt wel, want ik heb niet echt spanning, maar hij vond wel dat er iets aan de hand is. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen.
René gaat dus veilen en daar zet dan de camera op. En ik word even voorgesteld. En dan komen de biedingen binnen. Die houdt Ronald bij. En wie dan de hoogste is, die moet een contact sturen. Contact opnemen met Tineke of Wietske. En als die dan een 06-nummer hebben, dan moet ik het tikkie sturen van het bot. En als dat dan meteen is betaald, dan is die klaar. Dus dan is het verkocht. Dus ik krijg een drukke avond met heel veel tikkie sturen, hopelijk. Ik hoop dat het druk is. We hebben geen idee of er animo is, omdat het dus allemaal online is. Dat is wel moeilijk. Dus ik ben heel benieuwd. Het zou natuurlijk wel een dikke teleurstelling zijn als er dadelijk 10 mensen zijn. Want je gaat nu allemaal dat je denkt, oh, 48 producten en zo. Dus we gaan het zien. Ik zag laatst wel dat ik maar één rode vinger heb. Ik heb een make-over gedaan. Nee, ik ben op school. Rondje tot de loop mee in de achteruit. Ik ga even de lerarenkamer plunderen. Want hier hebben ze warme chocomel. En ik wil warme chocomel. Dus ik ga even chocomel halen. En ik zal jullie dadelijk even filmen hoe alles eruit ziet. Eerst chocomel. Nou, we staan omzet. Mama die is alles aan het bewonderen. Ik dacht ik loop weg. Dan moet je niet achter me aangaan. Maar ik kan een heel mooi rondje draaien. Kijk, dan heeft iedereen ook meteen het idee. Totte die is aan het brommen naar een... Oh, waar is die? Daar. Naar de zebra. Oh. Jezus, dit is oh, daar was de zebra. Daar is Totte naar aan het grommen. Hij vindt hem erg eng. Totte die is bang voor de zebra. Verder gegaan met Totte, want die vond het doek met de zebra spannend. En dat wilde ik wel even goed oplossen. Voordat hij dat eigenlijk in de livestream doet. Maar hier zijn alle prijzen. Daar ligt de waardebom. Alle waardebommen. En kijk. Nou, dit is dus zo in de pauze. In de pauze in de aula. Ik kan dus nooit zo goed praten als ik heel veel om me heen hoor. Dat is dus typisch. Ik hoor alles waardoor ik niet kan praten. Maar hier staat iedereen. Daar gaat de nieuwe postman, die veilingman. En Ronald die zit ernaast om een bieding in de gaten te houden. Daar zit iedereen te kijken. Oh, kijk, daar komt nog even een laatste vergadering. En daar zitten de mensen voor de livestream. Ik zal dadelijk wel even een stukje laten filmen. Maar het is wel een stukje filmen. Het is wel heel raar om op een lege school te zijn. En dat alles hier voor mij is. En dat iedereen dan zegt, hoi, hey, gezellig. Dat is echt heel gek. Maar sowieso, als ik nu school binnenkom lopen, iedereen gaat zwaaien. Zeg maar, iedereen die dan meehelpt. Het is gewoon heel raar. Maar ik heb er zin in. We gaan het zien. Hebben jullie zin in? Zeker hebben wij er zin in. Ik kan nu zo doen. Mama? Ik zie niet. Dat lijkt het net echt. Waarom is dat? Heb je er zin in, vroeg ik. Zeker heb ik er zin in. Fijn. Jij er ook zin in? Ja. Maar waarom heb jij een microfoon? Omdat ik dadelijk moet zeggen. Ik vind het een beetje spannend dat jullie er zijn. Ja, vind jij het spannend? Ja. Nou, ik op zich niet. Als ik dadelijk maar één keer heb gezegd wat ik moet zeggen. Want dat is geen precieze tekst en dat is ook niet iets wat ik kan. Mama moet lachen, dat is weer typisch iets voor mij. Geen feitelijke informatie, dus dat is niet makkelijk te vertellen. Nee, gezellig lullen. Dat is niet autistisch. Praten kan je wel, gelukkig. Ja, maar als ik dan zoiets moet zeggen wat nergens op slaat, is moeilijk. Nou, doeg. Nee, dat is goed. Ja, we gaan weer. Kunnen we weer los? Zijn we 5 minuten geweest? Morgen. Ik moet even komen. Als jij weer zo'n in beeld bent, dan zet ik aan. Zo. Goedenavond, u bent weer terug bij Terra's Online Veilingen. We hebben... Ja, zeker. Jullie zijn zo goed bezig. Ik hoop dat het de tweede helft net zo wordt. Ik ben zelf druk bezig met de tikkies versturen. En de tussenstand is nu inmiddels 1480 euro. Dus we zijn echt super bezig. Dat is een beetje knuppig snel. Tot de!
de censuur nodig is, moeten we eigenlijk een aantal minuten extra. Dan kunnen ze inderdaad censuur nog even dat onderweg. Het is een cadeaubon en dat geeft, even kijken hoor, een cadeaubon van dat zin. Een tegoedbon voor shoppen in stijl en geef een blij moment aan een ander of aan jezelf. Ongegeneerd, even shoppen. De winkelwaarde hiervan vertegenwoordigt 50 euro. Een winkelwaarde van 50 euro voor het goede doel van Robin. En wie gaat bieren? We hebben weer 30 seconden. Ronald, wil je mee gaan starten? En we gaan van start voor een geweldig mooie bon. Een cadeaubon van zin, dat heeft zin. Nog eens een keer weer leuke modieus naar buiten lopen. We hebben 18 seconden en de eerste keer zijn al nu binnen. Wie gaat nog binnen? 25 euro voor cash. Ja. Als dat onze cash is. Ja, dan mag het zien. We gaan door. Wie biedt er meer? 15 euro. 3, 2, 1, 0. En we hebben Dogsfeer. Nou, ik weet het, het is niet te zien, maar mijn rode wangen wel. Jezus, wat is dit een avond. Ik heb niet verder kunnen filmen. Mijn moeder heeft volgens mij een stukje gefilmd. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Ik heb op het eind toch een potje gejankt. Terwijl ik daar dus nooit echt kan. Doordat die gevoelens, dat heb ik echt niet. Maar ja, die daar ook. Mijn moeder natuurlijk, die doet het altijd. Maar ik ook. En mijn god, er is volgens mij 4600 euro opgehaald. Tikkie liep vast, Rabobank liep vast. Dus we moeten morgen gaan we nog verder. Ik ben mijn schaamte echt ver kwijt in het vloggen. Ik sta hier nu met, volgens mij 20 man. Maar het is gewoon vastgelopen. Dus morgen ga ik naar school nadat ik heb uitgeslapen. En dan gaan we het hier afmaken met de Excel-lijst. En alles wat niet betaald is, gaan we opnieuw sturen. Want ik kan het onderscheid ook niet maken tussen wat mensen niet konden betalen doordat mijn limiet was bereikt en door wat niet verstuurd is. Maar ik moet het proberen los te laten, wat echt verschrikkelijk is. Maar oké, ik heb het nu voor mezelf. Ik kan niet verder, want ik heb de lijst niet. Dus dit is weer een puntje dat het serieus wordt. Maar ik ga alle telefoonnummers verwijderen. Dat ga ik vanavond doen. En daarna is het klaar. Dan kan ik dus ook niet verder, maar goed ook. En dan gaan we dus morgen op school verder. In de rust, met een duidelijk Excel-bestand. Goed voor mijn planning, maar dat is ook anders is het niet te doen. Dus mijn planning komt van pas. En Chris leidt hem af. Dit is dus wat niet mag. Want Totte staat te wachten op mij. En Chris gaat aaien. Niks. Ja, foei. Het was live op beeld. Ik moest helemaal van de grond af. Nou, daar komt dus het vandaan. Dat Totte super blij is als Chris thuis komt. Want Chris is veel te lief voor Totte. Maar nee. We gaan zo naar huis en dan, hij deed het zo goed. Hij kwam me op een gegeven moment zelfs signaleren, helemaal op het eind. Toen drukte hij zo hard tegen mijn been dat de stoel wegreed, want ik zat op een bureaustoel, dus ik moest me vasthouden. En verder was het echt alsof hij het snapte dat hij gewoon moest wachten. Want echt, nou natuurlijk, hij had continu kunnen signaleren, zo erg was het. Maar ze zijn niet aan het afbouwen ondertussen. Maar dat was niet te doen, want dan werd ik afgeleid en echt, het was alsof hij het snapte. Dat deed hij niet en toen op het laatst, toen kwam hij dus drukken. En als ik dan weer opstond, omdat ik weer in beeld moest, dan rennen die weer mee. En dan stond hij naast mijn voet. En in plaats van dat hij zijn eigen ding ging doen op kantoor, bleef hij keurig liggen. Terwijl af en toe zelfs, doeg Frans! Doeg! Ja! Dus het was echt gezellig ook gewoon. Het is zo raar dat dan school is. Gewoon is voor altijd heel negatief geweest en stress. Nou, Ronald die sneakt achterlangs. Maar nee, echt dat zoveel mensen willen helpen. Bizar. Echt bizar. En hij ook. Ja, nu is hij helemaal van mij. Totte, je bent van mij? Ja? Ja?
Dus super mooi. Ik kijk er echt naar uit ook om van Valerie te vertellen. Want ze weten dus van helemaal niet. Niks, expres. En daar willen we dus nog een momentje van maken dat we die check overhandigen. Ja, kan je me aanstaan kijken? Kan je heel goed aanstaan kijken. Gaan we samen afsluiten? Ja, dat gaan we samen doen. Nou, dankjewel voor het kijken. En ik weet niet of ik verder ga vloggen, want het was eigenlijk allemaal hiervoor. Oh. Ja. Nou, dan, ja. Ik weet niet of er animo voor is. We gaan het Tuurlijk. Wel zien. Of ik het leuk vind. Wil je altijd nog een poosje volgen? Daar gaat er ook nog even weg, de directeur. Nou. Iedereen bedankt. Gaat iedereen mee, Maria? Dat we klaar zijn, want dit is de laatste. De laatste vlog. Ja, het was allemaal voor school. Ja, doen we altijd, hè? Iedereen kraaien? Doeg! Doei, doei! Doeg, doeg! Daar nog één. Nou, iedereen in de administratie? Wacht, we gaan even iedereen... Als we het doen, dan doen we het goed. Wil iedereen even zwaaien, want het is de laatste vlog. Yeah. Doeg! Topper! Top. Doeg, doeg! Doei, doei! Het is nu 6:00, denk ik. Al 3:00 ligt echt knock-out. Het geluid van het zakje snoep hoort hij niet. Hij ruikt het niet, want ik dacht dat hij wakker was op een gegeven moment, want hij heeft zich een paar keer omgedraaid. Dus ik hou een snoepje voor zijn neus en hij snurkt zo verder. Dus het is echt, hij is zo lief nu. Ik denk dat ik gewoon een beetje door blijf vloggen eigenlijk. Ik heb nu toch een YouTube kanaal. En ja, als het wat bekeken wordt en mensen vinden het interessant. Dan vlog ik wel door. Ik neem het niet heel serieus. En of zeg maar, natuurlijk als ik iets doe, doe ik het goed. Maar ik ga er niet voor stressen of dat soort dingen. En als ik de lol erin zie, dan... Blijf ik het doen of als er leuke dingen zijn of zo. Dus ja, dat denk ik. Gisteren was de veiling. En vandaag is de day off. Oh, word je wakker. Oh, goeiemiddag. Je ziet er nog niet heel wakker uit. Oh, het is echt... Hij is net zo moe als ik. Maar hij heeft gewoon toegegeven dat hij maar gaat slapen. Ja, dat ga ik maar niet doen, want dan slaap ik vanavond nooit weer. Ik had aan het eind het stukje van de tijding erin geplakt. Van wat gefilmd was van de livestream. Maar hier doet hij een beetje moeilijk mee. Dus ik zet het linkje van de livestream in de beschrijving. Dus dan kunnen jullie hem daar terugkijken. Dankjewel voor het kijken. Doeg!